Een groep jongeren mag het centrum van Nijmegen niet meer in. Ze hebben een gebiedsverbod gekregen naar aanleiding van een dodelijke steekpartij. Door de gestegen prijzen ontstaat er een run op liefdadigheidsinstellingen. Het is maar de vraag of die daar genoeg geld voor hebben. Als je 500 laptops wil uitgeven aan gezinnen, moet je daar ook budget voor hebben. En dat is een beetje krap. En het asielzoekerscentrum in Winterswijk zet haar deuren open voor buurtbewoners. Goedenavond. De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, weert een groep overlastgevende jongeren uit het centrum. Naar aanleiding van de dodelijke steekpartij op plein 44 van exact een week geleden krijgen 6 jongeren een gebieds- en groepsverbod opgelegd voor een groot deel van de Nijmeegse binnenstad. Het verbod geldt voor 3 maanden en in die tijd mogen de 6 jongeren tussen 12 uur 's middags en 6 uur 's ochtends zich niet laten zien in het centrum, in en rond het Kronenburgerpark en de Oranjesingel. Volgens de burgemeester waren de jongeren namelijk betrokken bij overlast en geweldsincidenten in Hartje Nijmegen. Winkeliers ervaren al maandenlang overlast van jongeren hier op het plein. Een groep van 20 tot 40 man komt hier geregeld terug. Ze roepen en fluiten mensen na, vernielen terrassen, laten wietzakjes achter en ook wordt er geregeld gevochten. De ondernemers durven niet voor de camera te reageren omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Winkeliers vragen al langer om maatregelen bij de gemeente. Toch denken ze dat dit gebieds- en groepsverbod slechts een druppel op de gloeiende plaat is. Burgemeester Bruls raadt de jongeren af om dit weekend op de plek van de dodelijke steekpartij nogmaals samen te komen. Daarom zijn er inmiddels hekken geplaatst en zijn er zichtbaar en onzichtbaar agenten in de stad aanwezig. Door de stijgende prijzen komen er steeds meer mensen in de problemen. Bijvoorbeeld de werkende alleenstaande moeder Veronique Doesburg. Want ineens is haar inkomen niet meer hoog genoeg om rond te kunnen komen. Momenteel is het zo dat ik zoveel onkosten heb door alle stijgende prijzen, dat ik gewoon niet meer weet hoe ik rond moet komen. Waar ik eerder met 15, 17 euro per dag kon rondkomen, red ik gewoon niet meer. Nieuwe armoede en dat levert spanning op. Dat geeft stress. Het is of schulden maken of gewoon niet meer kunnen eten. Maar het is wel zo op het moment dat ik sommige enveloppen gewoon niet meer openmaak. Veronique wil niet opgeven. Ze hoopt op een uitweg uit de schulden. Je moet zo oppassen dat je je niet in verzinkt en verdrinkt. Want dan is je hele leven niet meer leuk. Ja, meer mensen gaan dus op zoek naar hulp. Zoals bij Stichting Leergeld in Arnhem. Dat mensen helpt met de aanschaf van schoolspullen voor hun kinderen. Maar het is maar de vraag of deze instellingen alle aanvragers kunnen helpen. Wij horen ouders zeggen, ja, maar de prijzen zijn zo hoog geworden. Ik kan niet meer fruit kopen voor mijn kinderen. En ik moet zeggen, ja, de aanvragen voor fietsen en laptops, daar zit ook wel een gestage groei in. Dus dat betekent toch wel dat er meer nodig is. En dus komt de bodem van de geldkist in zicht. Nou, op dit moment is het moeilijk om bij te benen. Al de aanvragen die wij krijgen, wij zitten op dit moment wel aan onze top, ja. Dus wij zijn ook, het bestuur is echt hard bezig om te zoeken naar middelen. Het is vandaag Burendag en asielzoekerscentra zetten speciaal voor deze dag hun deuren open voor de buurt. Zo ook in Winterswijk, waar omwonenden niet altijd blij zijn met het AZC. Het is Burendag en tegelijk open dag in het AZC in Winterswijk. Melissa is zelf 28 jaar geleden uit Bosnië naar Nederland gevlucht en heeft al langer hier haar draai gevonden. Al 20 jaar werk ik voor het koor, dus het bevalt het heel fijn. Ik voel me thuis. Gezelligheid en de deuren openzetten. Het kan in Winterswijk geen kwaad, want niet iedereen is hier gelukkig met de opvang. Er is ook sprake van overlast voor de omgeving. Als je er vlakbij woont, tegenover woont of hiernaast het is zomer en je hebt zelf misschien ook het raam iets open, dan zelfs als je in bed ligt hoor je nog allerlei geluiden. Er is een onderzoek geweest onder alle omwonenden en er zijn inderdaad een x-aantal mensen die inderdaad hebben gezegd dat er wat meer overlast is. Er zijn natuurlijk ook bijna 100 mensen meer, dus er is ook misschien ook wel wat meer overlast. Het AZC probeert die overlast wel in overleg met de buurt aan te pakken. Maar enige overlast zal wel blijven. Kindjes zijn in ieder geval hartstikke blij. Niet met mij, maar met suikerspindel. Zenboxen, het wordt steeds populairder. Eerst ga je een flink potje slaan en trappen.
En daarna rustig ontspannen met yoga. Zometeen meer hierover. Een fenomenale Annemiek van Vleuten uit Wageningen is vanochtend wereldkampioen wielrennen geworden. Van Vleuten verraste de concurrentie compleet in de slotkilometer van de wegwedstrijd in Australië. Ze kwam als eerste over de streep, ondanks dat ze eerder deze week nog een breuk in haar elleboog opliep. Ik kan het gewoon niet geloven. Ik nog steeds wacht op het moment dat iemand me zegt dat het niet waar is. Ik zat te wachten op het moment dat ze eroverheen kwamen, maar ze kwamen niet. De 39-jarige Van Vleuten won eerder dit jaar ook al de Tour, de Giro en de Vuelta voor vrouwen. En ze is de eerste die dat voor elkaar krijgt. Hulpverleners troffen gisteravond een zwaar beschadigde auto aan op de Brugstraat in Ewijk. Met daarin alleen een gewonde bijrijder. Terwijl hij in de ambulance werd gecontroleerd, meldde de gevluchte bestuurder zich bij de politie. De 28-jarige man uit Druten bleek onder invloed van drank en drugs en is aangehouden. In Ede wordt dit weekend voor de allereerste keer de Pride Ede gehouden. Volgens de organisatoren kan er in de relatief conservatieve Veluwse gemeente wel wat verbeterd worden in de acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap. Dit is de Pride zoals we die kennen uit Amsterdam. Extravagant en uitbundig met veel bloot. In Ede ziet de Pride er heel anders uit. Met informatiekraampjes, culturele evenementen en een kerkdienst. Maar volgens de organisatoren past dat bij de stad. We zijn een mooi, heel mooi dorp met een eigen identiteit. En een eigen Pride. Die daar dan ook bij hoort. Ede mag dan wel geen Amsterdam zijn. Maar volgens de organisatie en politie is de Ede Pride hard nodig. We krijgen nog veel te veel meldingen van mensen die gediscrimineerd worden. Mensen die lastiggevallen worden. Ook wel tot aan geweld aan toe. En ja, Ede is geen uitzondering. Als ik hoor dat iemand die er misschien niet heel duidelijk man of vrouw uitziet naar een vergadering van ons komt en 3 keer uitgescholden wordt vanaf het station. Ja, daar word ik wel verdrietig van. De hoop is dat de Ede Pride discriminatie en dit soort scheldpartijen helpt uit te bannen. Op straat in Ede lijken de meeste mensen het wel goed te vinden dat het evenement plaatsvindt. Ja, ik vind het prima dat ze het zo doen, toch? Ja, je mag je kleur bekennen, toch? Ja, ik vind het geweldig. Ik vind het echt leuk. Ik vind het goed. Gaat u zelf ook kijken naar alles wat er is aan activiteiten? Nee, dat gaan we niet. Wij lopen gewoon lekker door de stad in. Maar ik vind het wel heel goed. In Duiven komt een opvang voor arbeidsmigranten. Maar de ontwikkeling daarvan gaat nog niet zo snel. Het plan om een leegstaand kantoorpand aan de Visserlaan om te bouwen tot woonruimte voor ongeveer 90 buitenlandse werknemers blijkt een langdurig en lastig proces. Wij worden meestal niet met open armen ontvangen. Dat was hier natuurlijk ook zo. Een aantal mensen willen gewoon geen migranten daar hebben. Punt. Een deel zegt van oké, als het toch moet gaan gebeuren, dan maar met goede afspraken. En dat kost tijd. Inmiddels is de initiatiefnemer al een jaar in gesprek met een groepje omwonenden. De plannen voor het leegstaande kantoorpand liggen al langer klaar. In deze ruimte is de bedoeling om meerdere studio's te creëren op een rij. Mensen kunnen hier rechtstreeks naar buiten toe lopen en op een zitje zitten. Mensen hebben hier een eigen wc, eigen douche. We hebben hier dadelijk ook 24/7 één of twee beheerders aanwezig. Die verblijven ook op deze locatie. Omwonenden vreesden ook inkijk van de toekomstige bewoners. Daar heeft de ontwikkelaar al een oplossing voor. Daarom hebben we deze bomen al op voorhand geplaatst. Om in feite de boel langzaam dicht te laten groeien. Waardoor ook in de winter de privacy gehandhaafd is. De privacy is wat dat betreft echt wel beter met die bomen dan zonder. Ideaal, nee. Maar het is geen maakbare wereld. Het is nog niet duidelijk wanneer de verbouwing in Duiven gaat beginnen. En dan... Het is een opmerkelijke combinatie. Eerst vol er tegenaan gaan met kickboksen en daarna helemaal zen worden met yin-yoga. Het wordt gedaan in Arnhem onder de naam zenboksen. Er komt heel wat adrenaline los bij het kickboksen. Het contrast is enorm met wat er daarna gebeurt. We gaan van het ene uiterste, van knallen, gaan we naar het andere uiterste, naar verzachten en verstillen. En daarna kom je helemaal tot jezelf. En dan is het ook echt net, misschien heb je het opgemerkt, het is even opnieuw opstaan. Het is echt eventjes, je bent helemaal zen. Echt super. Claudia ging zenboksen om te herstellen van een auto-ongeluk. En dat bleek heilzaam. Wonderbaarlijk toen ik dit ging doen. De eerste keren kwam er ontzettend veel kracht vrij en heel veel energie.
en ook heel veel spanning ontladen. Ja, het heeft me heel erg geholpen in het herstel van de klachten. Wat mijn droom is, is dat iedereen in Nederland overal kan zandboxen. Omdat het namelijk een hele directe, toegankelijke manier is. En het heeft echt effect. Ja, bijzondere combinatie. Krijgt u nog het weer? Het was vandaag een druilerige herfstdag. En vanavond kan vooral in de Achterhoek nog wat regen vallen. Maar vannacht klaart het langzaam op en is het uiteindelijk overal droog. De temperatuur daalt naar 7 of 8 graden. Morgen breekt de zon geregeld door. In de middag is een enkele bui niet uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Het wordt maximaal 16 graden. En vanaf maandag volgt de periode met herfstachtig weer. Het regent dagelijks met hier en daar een paar flinke buien. En het is koel en ook de wind is soms nadrukkelijk aanwezig. Tot zover het Gelders nieuws. Vandaag is de landelijke egeltelling. En bent u nou benieuwd waarom deze egel zijn roes ligt uit te slapen? Kijk dan in de Omroep Gelderland app. Wens ik u nog een fijne avond.